Twan, de auto kenden we al, maar jou kenden we nog niet helemaal hier bij de Masters. Nee. Kun je jezelf eens voorstellen? Ja, ik ben Twan Tuchter, de zoon van Marco Tuchter. Ik ben 22 jaar oud. Ik reed met de auto van mijn vader. Ja, precies, precies. Twan, welke start was het beste van de drie? Ik denk eigenlijk toch wel de eerste start. Want puur omdat ik bij de tweede schakel ik eigenlijk een keer mis. En bij de derde, ja, ging voor mijn gevoel niet echt goed de eerste bocht in. Maar je wint hem uiteindelijk met overmacht, heb je dat zelf door in de auto? Ja, ik heb er wel een spiegel in zitten. Ik heb er een paar keer gekeken van waar blijft Mariska. Maar op een gegeven moment, ja, je ziet dat niet meer. Ik denk, ja, dan moet ik me ook maar gewoon door zo. Ja, je bent nieuw met de auto. Heb je hem al onder controle? Ik denk dat ik niet mag varen en dat het wel redelijk past bij elkaar. Ja, hoeveel mensen heb je gereden met deze auto? Ik heb vorig jaar in Halle met deze auto gereden. Een trainingsdag in Wertle en nou vandaag hier. Dus drie wedstrijden, laat maar zeggen zoiets. Komt minder. Komt minder, zegt hij. Ja, sorry, dat is een chronische uitspraak. Komt minder. Wat is de doelstelling van, dit jaar? Vooral heel erg de auto leren kennen, veel meters maken. Zodat, en dan kijken we wat we volgend jaar willen met het team. Hey, maar je gaat nu als kampioensleider naar Ter Wolde. Ja, dat is wel een beetje wat we niet verwacht hadden het begin van dit weekend. Dat was allemaal een beetje aftasten. Gisteren natuurlijk de finale gewonnen, vandaag weer. Ja. Eigenlijk kun je niet beter beginnen toch?